De woningen aan de Prins Bernhardstraat in Overdinkel zijn optimaal geïsoleerd en energiezuinig. Het dak bestaat uit zonnepanelen. Die leveren zoveel energie dat de huizen elektrisch worden verwarmd. Het huis heeft dus geen gas en geen cv-ketel. Technisch vernuft in huis, dat is vragen om moeilijkheden. We begrijpen er heel veel van. We weten dat de temperatuur van deze week, dus het energieverbruik wat we gehad hebben voor deze week, het energieverbruik voor de hele maand en de hele inwendige kleine sneaky trucjes die erin zitten die je kunt gebruiken voor de toekomst, daar komt nog iemand voor langs om ons dat uit te leggen. De woningen leveren zoveel energie op dat eigenlijk al het verbruik, het huishoudelijk gebruik en het energieopwekking van de woning compleet van die woning afkomt, van het dak. Als je zo energiezuinig woont, woon je ook heel goedkoop. Nou, je woont goedkoper als waar we nu zaten in principe. Het is een combinatie van het ene wat iets meer en het andere iets minder. Maar op zich is het wel de bedoeling dat we in de toekomst goedkoper gaan leven. Dus daar gaan we ook voor. Dat is een hele handige constructie van woningcoöperatie Domein. Want deze huizen leveren naast huur gewoon geld op in de vorm van energie. Ja, dat is enigszins is dat waar, maar daarmee worden de zonnepanelen eigenlijk mee afbetaald in een periode van 25 jaar. En na die 25 jaar is het gewoon kassa voor het domein? Daarna houdt het contract op en dan gaan we heroverwegen wat we weer meer gaan doen. U heeft er zin in, hè? Ja, echt. Ik wil dit ook zo snel mogelijk achter de rug hebben. Ik wil een verfkwast en beginnen. Nou, ik denk als we kijken wat de laatste dagen hier aan de bezoekers zijn geweest, zijn zo'n beetje 300 mensen weer eens kijken. Die interesse hadden om deze woningen te bekijken. Die allemaal vrij enthousiast waren over dit hele systeem. Dus, ik denk in de toekomst dat er zeker meer woningen gaan komen. Ja. U bent een pilot voor Overijssel in dit opzicht? Ja, absoluut. Dat kun je rustig zeggen. Ja.